Hallo, hallo, hallo en welkom bij de vlog van deze week. Um, zoals je misschien ziet en hoort, is het deze week een beetje anders. Namelijk, um, ik heb deze week niet uh, met een maker gewerkt, maar ik heb een literatuuronderzoek gedaan, namelijk naar performance art. Want daar gaat mijn onderzoek over. Um, ik heb voornamelijk gelezen in dit boek, Performance Art, van Futurisme tot Heden. Uh, het is geschreven door Rose Lee Goldberg en het vertelt de geschiedenis van performance art van begin 20 e eeuw, dus 1900 tot 2000 tot circa 2010. Um, nou, zoals je misschien aan het groene vliebertje ziet, heb ik niet de hele boek kunnen lezen. Um, het is namelijk in het Engels en dat kost nog wel eens wat tijd om het allemaal op zijn plek te laten vallen. Um, ik ben nu bij Dada. Um, en tot daar ga ik even wat momenten pakken die me het meeste aanspreken. Dus bakkelap en um, pak even wat uh, je notitieboek, je leesbril, je uh, balpen, vulpen, potlood, stift, uh, je, alles dat je nodig hebt om te luisteren en te kijken. En let's get started! Oké, okay. ik kan heel goed begrijpen dat je misschien denkt: jeetje, we gaan wel helemaal induiken. Maar um, daarom zal ik proberen wat historische context te bieden om het verhaal nou, behapbaar te maken. Dus ik zal beginnen met wat performance is. De introductie van het boek Performance Art vertelt over hoe performance niet eenvoudiger en completer te definiëren is dan dat het live wordt uitgevoerd door de kunstenaar zelf. Want, zegt het boek, verdere definities zouden afbreuk doen aan de mogelijkheden die performance biedt. Dit komt omdat iedere performer hun eigen definitie maakt in het proces en de uitvoering van de performance. Iedere kunstenaar vormt een unieke combinatie van alle disciplines die je maar zou kunnen bedenken. Oké, okay, wat heb ik net gezegd? In essentie doen ze maar wat. Ze willen een nieuwe vorm bedenken en uh, die losstaat van alle kunstvormen die al bestaan: zoals tekenen, schilderen, schrijven, uh, zang, uh, theater, alles. Dus ze proberen um, iets nieuws te vinden. En um, het, het begint eigenlijk bij een idee. Um, want performance wordt gezien als een tussenstap voor kunstenaars. Om niet meteen tot een product te hoeven komen. Uh, wat namelijk bijvoorbeeld een beeldhouwwerk, een schilderij of een toneelstuk is. Um, in deze tussenstap krijg je dus de ruimte om echt te experimenteren. En om dus de plek eigenlijk om alleen een idee uit te voeren. Dus je hoeft niet enkel en alleen je eigen kunstdiscipline te gebruiken. Um, dus het uitvoeren van dat idee was al genoeg. En dat zou je eigenlijk ook meteen. Uh, kunnen vertalen van wat is performance dan eigenlijk? Als je het opzoekt op Google, krijg je uh, uitoefening, vertoning, uh, uitvoering of beoefening. Dus dit duidt op een handeling. Uh, er hoeft geen verhaal in te zitten met een begin, een midden en een eind. Um, het, hoeft niet een uh, het hoeft niet uitgedacht te zijn. Um, het kan ook zijn dat ik twintig keer opnieuw mijn veter strik, bij wijze van. Um, en wat daarin ook belangrijk is. Is, is dat het um, wordt uitgevoerd door de kunstenaar zelf? Um, de kunstenaar die speelt geen rol of een karakter, zoals een acteur in een toneelstuk, maar handelt vanuit zichzelf. Dus ik ga niet doen alsof ik uh, Shakespeare ben die um, zijn mensen regisseert, maar ik zeg, ik ben Emma en ik probeer um, zonder te kijken tien lampen in een prullenbak te gooien. De inhoud van een performance volgt dan ook bijna nooit een verhaal of een vertelling. Uh, of een traditioneel plot. Um, zoals bijvoorbeeld stukken van Shakespeare, Romeo en Julia. Uh, of Hans en Gietje. Um, dat hoeft bij performance niet. Het kan spontaan plaatsvinden en geïmproviseerd zijn, maar het kan ook. Maanden op gerepeteerd zijn en echt iedere seconde vastgelegd zodat er niks aan het toeval overgelaten uh, wordt. Um, het kan eenmalig opgevoerd worden, maar het kan ook honderd keer opgevoerd worden. Het lijkt hierdoor heel erg alsof um, de kunstenaar niet alleen, Luc, maar ook zichzelf, veel verrast. En dat vind ik een interessant thema omdat er een enorme gedrevenheid achter zit. Um, en ze wilden zo graag mogelijk uh, nieuwe manieren en vormen vinden, heel veel variëren en de grenzen van de kunstdisciplines doorbreken. En um, niet alleen maar, weet ik veel, strak blijven binnen schilderkunst of zang, maar alles kunnen combineren. En dat vind ik een ongelooflijk interessant concept. Dus. Um, ik vind het heel boeiend om te zien hoe die kunstenaars zo'n enorme drive hadden om uh, wat ze deden aan het publiek te tonen. Ze waren zo nieuwsgierig en um, onderzoekend. Um, en dat heeft ook te maken met um, de tijd waar ze in leefden. Het is het begin van de, 19, van de 20e eeuw, dus het, van de wereldoorlogen. En, um, en niet alleen de wereldoorlogen zelf, maar ook de tijd daartussen. Dat alles dat dat met zich meebracht, heeft ook enorm veel invloed gehad op hoe er werd gemaakt. En dat vind ik ook zo bijzonder wat dat met een mens kan doen en met een kunstenaar als mens. En met de ervaring van het dagelijks leven. Zo, ik hoop dat ik um, zoiets verder heb in kunnen gaan op performance art en wat dat betekent. En dit is nog maar het. Tipje van de ijsberg, want dit was letterlijk de introductie van het boek performance art. Um, vervolgens gaan ze dan dus vanaf futurisme naar het heden toe werken op chronologische volgorde. En daar zou ik heel graag heel lang over door blijven praten, maar deze video wordt al ontzettend lang, dus dat lijkt me helemaal niet een goed idee om dan nu nog langer door te gaan. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken en luisteren en tot volgende week.